Salakaya Chaksurun Militan Yena Tasmai Sri Guruve Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, I'm Gopakanya, disciple of Bhaktacharya Swami Maharaj. So I'm just trying to serve my Guru Maharaj today, just speaking about Krishna, about Bhagavad Gita. Because in devotional service, here we are doing bhakti, devotional service. Service means that you serve. Like cooking is also service, sweeping the temple is also serving devotees, making prasadam, like everything is speaking for Krishna, decorating for Krishna, making mala. It is a small service. So today I'm speaking something from Bhagavad Gita that is also service from my side to my Guru Maharaj and to the Guru Parampara and to Radha Krishna. Please bless me all devotees, because I have never spoken also. I spoke somewhere, but not at home. And it is in my English, and my English also not that perfect. Please try to listen nicely, because once Guru Maharaj told me that it is not necessary, speaker should be good speaker. The listener should be good. So you all are good listener, please listen nicely. And today I'm going to talk about Chapter 12 of Bhagavad Gita, the devotional service, Bhakti Yoga. Chapter 12. Yes, you have, everybody has? This is Bhagavad Gita as it is from Prabhupada. I think you all have read it about, and this tells about your karma yoga, jnana yoga, dhyana yoga, and bhakti yoga. It tells about, and bhakti yoga especially is sit, especially in the middle from 7 to 12 chapter is bhakti yoga. Krishna put especially in the middle because it is very special, bhakti yoga. And it is a very practical process. Krishna consciousness, Prabhupada doesn't say that it is a religion. It is not like Muslim or Hinduism or like this. Krishna consciousness is a very practical, it's a science. And science has to be in theoretical and as well as in practical, says Prabhupada. And Prabhupada begin in Bhagavad Gita, it is just ABC, just a primary level is the Bhagavad Gita. So in Bhagavad Gita, everybody learns, we learn about that we are not a body, we are a soul, spirit soul.
So when we come to the spirit soul, whether it is a children, woman, man, whatever life it has, but it is a spirit soul. It is a eternal, always connected with Krishna, with the super soul. So first we have to have that knowledge. Mm-hmm. Then only we will learn the science about Krishna consciousness. And then only we learn further about the yogas. Yoga is just to connect with Krishna. Somehow through our work, through our education, through our knowledge, through our practical doing service, just to connect with Krishna, putting Krishna in the center. And that super soul is Krishna, and then we are eternal spiritual soul, and we are not a body, we are a soul, and every soul has right to serve the eternal soul, super soul, that is Krishna. So Krishna is telling himself that he is the super soul of everybody, and he sits in everyone's heart, and we are a part and parcels of that super soul, that Krishna. We are very part, we are minute, Krishna is absolute. And we are in a quality, we are same, but in quantity we are very minute, very small, and Krishna is all big. So we have always eternal connection with Krishna, and that connection, we can renew our connection to Krishna through devotional service, through bhakti yoga. Actually, we are always connected, but we are forgotten. Whether you are a Muslim, you are born in Muslim family or in Christian family or everybody, we are connected with Krishna, the super soul. And it is the sciences, Prabhupada. It is not that you come from a certain group of belief, certain group of like a religion party. It is not that. It is a science. It is a pure science. So we have to connect ourselves with Krishna, and there only we get eternal happiness, because everywhere we are searching happiness, here and there and there and there, but we will never be happy anywhere. But only when we are connected with Krishna, that our like a fish is always happy in the water. And when fish is out of, we are in such a situation that like a fish in outside in the seashore, it is never happy, and whatever we give to the fishes, then it will never be happy. But if you just put that fish in the water, it will be always happy there. It is like that. If we connect our what we are inside, that is our spirit soul, to the super soul, Krishna, then only we'll get always happy. Eternally we'll become happy. And that is the existence that Prabhupada has given us, that science. And Bhagavad Gita is the beginning of that science, that we are not this body. Body changes, body dies, but we are eternal soul, and soul never dies. And it goes till Krishna also, till to Krishna. It is not that we become one with Krishna, it is not that Prabhupada says, but we will be always serving to Krishna if we follow that one. And that we can do only through devotional service, bhakti yoga. There is karma yoga, jnana yoga, that is always to connect with Krishna. This is also through service. In karma yoga, we do a lot of karma, a lot of activities, but we offer activities to our Krishna. That is also okay. But in jnana yoga also, we educate ourselves a lot. We get a lot of knowledge. We bring this study, that and that. We have knowledge, but that knowledge also, it full, all knowledge is Krishna. That also comes from Krishna, and we have to offer to Krishna also. And also our daily service, that also we can offer to Krishna. We have to just connect with him eternally, and we'll be always happy, and we have to serve him. He says like that. So today I'm going to read this text from chapter 12, that about devotional service. Here Krishna speaks from chapters 7 to 12 about devotional service. But here particularly Arjun was at the end, he wants to make more finite that what Krishna wants to give to the people, what he wants to give all the people who are with him connected, like Arjun, Pandavas, and like the in Kurukshetra. So here Arjun is asking to Krishna
what is devotional, how we can, how actually it is so simple. If I want to serve Ramapati Prabhu here, so if it is better that always to ask him where he will become happy, what I have to do to make him happy. So if he says, do this, do that, I will be happy. So if we simply do that, he will be happy. But if we never ask him how we will get happy, and if we do our own to make him happy, sometimes we don't get the real point that how we will get happy. We do our own way. But Krishna says that Arjuna also, he declined that it is not that process. That process is that we have to know where he will get happy. Then only we can know how to serve him. Otherwise, we cannot serve him. So we will read one by one. It is very simple, very simple. The text, maybe children can read that. And then just the translation we can read. But at the end chapter, the last one, I will read the purport from Srila Prabhupada and I will discuss a little bit about it. So, Brinda, can you Lisa? Yes. Nay, og the silok. Og the silok. Kiswi, Lisa? Huh? Happy Hin Silok. The name of an Andhra Bhagavad Gita. So, Brinda, can you Lisa? Arjuna. Of the 12th devotionality, Arjuna Vajra. Evam fratata yukta ye patas kampari pasate ye kapi aksharam afyaktam tesham ke yukavit samaha. Arjun vroeg, wie worden er als volmaakte beschouwd? Zijn die jou altijd op de juiste manier toegewijd dienen of zijn die het onpersoonlijk brahman of ongemanifesteerd verleden? Yes, that is the question that Arjuna asks to Krishna. Now Krishna is giving the answer in rest of the text. So we will read the text. What answer does Krishna give to Arjuna? Chapter text 2, Kesavi. Sivakamana Vacha Maya Krishna Manu Yemam Nitya Yukta Upasate Sathaya Pada Yukitas. De allerhoogste persoonlijkheid God zijn, degene wiens geest gericht is op mijn persoonlijke gedaante en die altijd bezig is mij met groot bovenzinnig geloof te aanbidden, die beschouw ik als de meest volmaakte. Chapter 3 and 4, text 3 and 4. Yetva aksharam anyedesham afyaktam paryupasatem. Sarvatra kam achintyam cha kutar kam achalam drupam saniyam yendriya saniyam yendriya gram sarvatra kam abhudaya te pravnuvanti mam eva sarvabhuta. Maar zij die zich uitsluitend bezighouden met het vereren van ongemanifesteerde, het onbestemde, dat wat zich buiten het bereik van de zintuiglijke waarneming bevindt, het alomtegenwoordige, ondenkbare, onveranderlijke, onbewegelijke en vaststaande, het onpersoonlijke begrip van de absolute waarheid, door de verschillende zintuigen te beheersen, de neutraal te zijn tegenover iedereen en door zich in te zetten voor ieders geluk. Zulke personen zullen mij uiteindelijk bereiken. Leeshodhita ktarastesam avyakta sakta ketasam avyakta hi katien dukham deha vatkir apapkete. Voor personen van wie de geest gehecht is aan het ongemanifesteerde, onpersoonlijke aspect van de Allerhoogste, is het zeer moeizaam om vooruitgang te maken. Vorderingen maken langs die weg is altijd moeilijk voor hen die belichaamd zijn. Door kan Brinda met de lezen. Je toezavani kamani, mai sanyasam, matparaha, anandina ivanyohena, mantyaganta upasate. Tesam aham samudratam, netyur samsara sagara,
Bhavaminatiratvarta mayapisitatetasa. Maar voor hen die mij vereren, die al hun activiteiten aan mij wijden, die mij met onverdeelde aandacht toegewijd zijn, die devotionele dienst aan mij verrichten en voortdurend op mij mediteren, door hun geest op mij te richten, voor hen, o zoon van Putta, ben ik degene die hen zeer snel uit de oceaan van geboorte en dood bevrijdt. Ja. Mai eva mana agatva, mai buddhim nivesaya, nivasisyasi, mai eva ata utham na samsaya. Richt je geest alleen op mij, de allerhoogste persoonlijkheid Gods, en gebruik al je intelligentie in mijn dienst. Op die manier zul je ongetwijfeld altijd mij in mijn leven. Ata chitam samadatum na saknosi. Mai stiram abhyasa yogena tato mam ichaptum ganjayaha. Beste Arjuna, o overwinnaar van rijkdom, als je niet in staat bent je geest met onverdeelde aandacht op mij te concentreren, volg dan de regels en bepalingen van Bhakti Yoga. Ontwikkel zo het verlangen om me te bereiken. Abhyasi api asamartasi matkarma paramo bhava matma artham api karmani kurvam siddhim agocchasi. Als je de regels van Bhakti Yoga niet kunt volgen, probeer dan voor mij te werken. Want door voor mij te werken, zul je tot het niveau van volmaaktheid komen. Athaita api asamartasi kartum matyogam asritaha. Sarvakarma phalatyakam tatha kururyatatmaham. Maar ben je niet in staat om in dat bewustzijn voor me te werken? Probeer dan afstand te doen van al je resultaten van je werk en probeer zelf beheerst te zijn. Shriyogi jnanam apyasat jnanat jnanam prisishyati jnanat karma phalatyakas. Wanneer je dat niet in praktijk kunt brengen, houd je dan bezig met het cultiveren van kennis. Maar beter dan kennis is meditatie. En beter dan meditatie is onthechting van de vruchten van je activiteiten. Want door zulke onthechting kun je tot gemoedsrust komen. Het feest is aan de Kutanaram, Maitra Karuna Evacha, Nirmamo Nirahankara, Samudhuka Sukhakshmin, Santushtha Satatam Yogi, Yatatma Dridanischaya, Mai Apita Manabhutir, Yoma Bhakta Samepriya. Hij die niet vijandig is, maar een goede vriend is van alle levende wezens, die zichzelf niet als een eigenaar beschouwt en vrij is van vals ego, die zowel in geluk als ellende gelijkmoedig blijft, die verdraagzaam is, altijd tevreden en beheerst is, die met vastberadenheid en met zijn geest en intelligentie op mij gericht, devotionele dienst verricht, zo toegewijde van mij, is me zeer dierbaar. Yes, Hij die niemand in moeilijkheden brengt, door niemand verstoord kan worden en evenwicht blijft in geluk, verdriet, angst en ongerustheid, is me zeer dierbaar. Udasino gatavyata sarvaramba paritiyagi yomat bhakta samipriha. Die toegewijde van mij, die niet afhankelijk is van de geëikte gang van zaken, die zuiver en bekwaam is, die geen zorgen heeft, die vrij is van alle pijn en geen resultaat meer nastreeft, is mij zeer dierbaar. Yonahishati
Parityagim Bhaktimanyasamityaha. Hij die zich niet verheugt en evenmin verdriet heeft, die niet treurt en niets verlangt en zich zowel van gunstige als ongunstige dingen onthecht, zo'n toegewijde is mij zeer dierbaar. Samasa trocha mitrecha tathamana pamanyo pamanayo sitosna sukha lokeshu sama sanga fi pashtitaha tulya ninda stuti muni santushto yena kenachi aniketha sthira matir bhakti man me priyo naraha. Hij die onpartijdig is ten opzichte van vriend en vijanden, die onaangedaan is door eer en schande, hitte en kou, geluk en ellende, roem en beruchtheid, die altijd vrij is van slecht gezelschap, die altijd zwijgzaam is en tevreden met alles, die geen vaste verblijfplaats heeft, die gegrond is in kennis en bezig is met de devotionele dienst aan mij, zo iemand is me zeer dierbaar. Zij die het onvergankelijke pad van de devotionele dienst volgen, die zich er vol vertrouwen volledig op toeleggen en mij tot het hoogste doel maken, zijn me zeer, zeer, zeer dierbaar. Kun je hele rapport lezen? Ik wil eindig op de commentaar. Nee. Commentaar. In dit hoofdstuk, vanaf tekst 2 tot het eind van Mayu Adesha Mano Yeman, het concentreren van de geest op mij, tot Yetu Dharman Nikam Idam, deze religie van eeuwige bezigheid, heeft de Allerhoogste Heer de methode van transcendentale diensten uitgelegd om dichter bij hem te komen. Zulke methoden zijn de Heer zeer dierbaar en hij ervaart de personen die deze methode volgt. Ja. Op de vraag van Arjuna, wie beter is, hij die het pad van onpersoonlijk Brahman volgt, of hij de persoonlijke dienst aan de allerhoogste persoonlijkheid Gods verricht, gaf de Heer hem zo'n duidelijk antwoord dat er geen twijfel over kan bestaan dat de devotionele dienst aan de persoonlijkheid Gods de beste van alle methoden van spirituele bewustwording is. Met andere woorden, in het hoofdstuk werd vastgesteld dat men door goed gezelschap, gehechtheid aan zuiver toegewijde, zuiver devotionele dienst ontwikkelt. Men ervaart daardoor een bona fide spirituele leraar en begint met geloof, gehechtheid en devotie van hem te horen. Men begint de chanten, het regulerende principes van devotionele dienst te volgen, waardoor men betrokken raakt in transcendentale devotionele dienst aan de Heer. Dat is het pad dat in dit hoofdstuk wordt aangeraden. Er bestaat daarom geen twijfel over dat de devotionele dienst het enige absolute pad is voor de zelfrealisatie, voor het bereiken van de allerhoogste persoonlijkheid Gods. Het concept van de onpersoonlijke allerhoogste absolute waarheid, dat in dit hoofdstuk is beschreven, wordt aangeraden tot het moment dat men zich overgeeft aan zelfrealisatie. Met andere woorden, zolang men niet de kans heeft om met een zuiver toegewijde om te gaan, kan het onpersoonlijke concept nuttig zijn. Met het concept van een onpersoonlijke absolute waarheid zal men actief zijn zonder zelfzuchtige resultaten en zal men mediteren en kennis cultiveren om het spirituele en het materiële te begrijpen. Dit is noodzakelijk zolang men niet in het gezelschap van een zuiver toegewijde is, maar als een onfortuinlijke persoon direct een verlangen ontwikkelt om Krishna bewust te leven door zuivere devotionele dienst, dan hoeft hij geen stapwijze vorderingen in spirituele bewustwording te maken. Devotionele dienst, die in de middelste 6 hoofdstukken van de Bhagavad Gita beschreven is, is aangenamer. Men hoeft zich niet druk te maken over het veiligstellen van dingen om zijn lichaam en ziel bij elkaar te houden, omdat alles door de genade van de Heer vanzelf in orde komt. Zo eindigt de commentaar van Shishimad Ezen Bhaktivedanta Swami Shilipopa bij het 12e hoofdstuk van Srimad Bhagavatam. Dit dag geduurd tot de devotionele dienst. Srila Prabhupada ki jai. So beautiful. Actually it is crystal clear.
We don't have to discuss further, I think. So my lesson is also over. So actually, it is nothing to discuss. It is very, very crystal clear what Prabhupada has given. It is said that we have to follow some teachers, actually. Everywhere we have to have the education for our practice. To practice also, we have to have the we have to have the theory. So theory we have, actually, we are so lucky with whoever who got the Prabhupada's book. They are so lucky because there the theory is perfectly given. Actually, Prabhupada has not written this book. He has spoken this book. So you don't need guru also to come to read the Prabhupada book, because he has spoken. When you really, with your heart, you give your heart to Prabhupada's book, you will begin to listen Prabhupada. You'll never read Prabhupada. It was happened to me also. Since 2001, I was seriously begin with the Krishna consciousness, chanting and everything. And 2002 was my Guru Maharaj. He came to Bodh Gaya here. Mataji, you know, we were there, Bodh Gaya, 2002, yeah. And then he gives the seminar of six Ashtakam. And then I am from one of the Vaishnavas. There are four Sampradaya in Vaishnava, and I am from Sri Sampradaya. I did not know anything about Chaitanya Mahaprabhu. Krishna I knew always, and Jagannath also I did not know. I didn't know about Prabhupada, anything. And I told Guru Maharaj, I really have to get initiation or not in this Sampradaya, in ISKCON, to come in ISKCON. And Guru Maharaj told, you don't need to get initiation. You read Prabhupada's books.